In onze rondgang langs de voetbalverenigingen van Kennemerland is het vandaag de beurt aan de BVC Bloemendaal. We doen dat met Tim Joon, de trainer. Eén van de trainers, want Frank Drochtrop, de andere trainer, kan helaas niet aanwezig zijn vanwege droevige familieomstandigheden. Frank, heel veel sterkte vanaf deze kant. Maar het is dus wel Bloemendaal en de tweede man aan de tafel is Kees Nuyens en hij is de opleiding, hoofdopleidingen bij Bloemendaal, wat overigens een geweldige club is. Frank, sneu voor. Ja, heel sneu voor. Ja. Hoe leeft dat dan in de club? Is dat misschien de reden dat jullie gisteren zo'n pak op de broek kregen? Ja, ik geloof daar niet heel erg in, maar het, je weet het niet. Het kan altijd meespelen. Zijn moeder is vorige week overleden, is afgelopen zaterdag begraven. Ja, je merkt aan hem, maar dat merk je gewoon. En ja, dat zal ongetwijfeld ook bij spelers wel teweeg brengen. We hadden een minuut stilte, hadden we gisteren. Ja, nogmaals, ik geloof daar niet ontzettend in. Maar het kan zomaar mee worden genomen. Belangrijk is dat jullie een Siamese tweeling zijn in het voetbal. Bij de hoofdtrainer, maar jij speelt dan nog, dus Frank heeft de titel. Waarom speel je nog? Hoe kun je dat? Nou, dat is een hele goede vraag en dat is, vergt heel veel overleg. Zowel met spelers als met begeleidingsstaf. Eigenlijk het eerste jaar dat ik speelde, door keuze die we van tevoren het seizoen hadden gemaakt, 8 basisspelers die vertrokken, hadden een wat krappere selectie. Gewoon het eerste jaar met 7 strijden gespeeld, 3 punten, dat was wat minder. Vielen nog wat spelers weg en toen zijn toch spelers ook zelf gezegd van ja, weet je, waarom doe jij niet mee? Dan kunnen we dit jaar redden en dan gaan we volgend jaar gaan we het opnieuw zien. Ja, dat ging eigenlijk heel goed. En sindsdien eigenlijk hebben we elke dinsdag na de wedstrijd een nabespreking met de hele groep, waarin ook mijn functioneren wordt besproken. Hoe vinden jullie dit, hoe vinden jullie dat? En elke keer leggen we daar ook op tafel en elke keer blijft ook nog wel de vraag vanuit de spelersgroep bestaan van ja, op dit moment is er geen betere voor die positie. Nee, want je maakt er weer 2 goals. Ja, 4 te weinig, maar het zijn er wel 2. Je staat bij de rust kansloos met 3-0 achter. Hè? We hebben het over de wedstrijd tegen Kennemer. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. En soms heb je als trainer niet overal antwoord op. En dit is een van die dingen, ja, een beetje ontastbaar. Je maakt van tevoren afspraken. Je maakt niet extreem veel afspraken, maar afspraken met het team. Je maakt afspraken met individuele spelers. Een van de afspraken was, als de tegenstander de bal heeft gegeven, druk vooruit. De tegenstander trapt af en we blijven staan met het hele team. En er is niemand in het team die vooruit staat, dat is het na 2 seconden al. En ja, dan probeer je het in te krijgen, maar eigenlijk op dat moment ben je al te laat, om het zo te zeggen. Want als je dan druk gaat geven, ja, je mist bepaalde intrinsieke bereidheid van spelers om dan te gaan. En dat was de hele eerste helft terug te zien en delen van de tweede helft ook. En ik zat gisteren naar Studio Sport of Studio Voetbal, dat geloof ik nu, te kijken. En zei zo'n trainer, zei, ja, je mag best een wedstrijd verliezen, je mag ook best een wedstrijd groot verliezen. Maar als we deze wedstrijd 10 keer hadden gespeeld, hebben we 10 keer verloren. Ja. En je hebt ook perfect van blessures, hè? Melvin Jordaan, een van je kanjes. Ja, Melvin is gewoon een speler met zijn individuele kwaliteiten die een wedstrijd kan beslissen. Dat heeft hij vorig jaar veel gedaan, dat heeft hij nu in de wedstrijd die hij speelde, heeft hij dat veel gedaan. Eigenlijk is Melvin dit jaar onze eerste spits, heeft hij ook veel gespeeld, waardoor ik meer van de zijkant kan toekijken, wat meer het team kan ondersteunen van de zijlijn. En dat doet hij heel goed, en het is jammer dat hij wegvalt, een centrale verdediger die nog mist, maar we hebben wel een dusdanig grote groep, dat moeten we gewoon ook kunnen vangen. Kees, jij bent behalve opleider bij Bloemendaal ook trainer van zowel geel-wit mannen als de dames van Hoofddorp. Hillegom. Of Hillegom, heb jij een verklaring voor zoiets? Nou, als je die hebt, dan kan je er geld mee verdienen, denk ik. Je hebt soms wel eens een wedstrijd waarbij een heel team niet loopt. En dan denk je van, ja, kan ze alle 11 al wisselen? Maar dan lukt het niet. Wat je ook probeert en welke wissels je ook toepast, het lukt dan niet. En waar dat dan aan ligt, ja, dat kan een totale opdeling van een team zijn. Ja, en soms heb je een dag dat alles lukt. Ja. En je krijgt daar nooit de vinger echt achter. Waar ik de vinger achter wil krijgen is, je bent trainer bij de dames. Ja. En bij de heren van Geel-Wit. Wat ja. Vind je leuker? Eerlijk zijn, hè? Dames. Nou, die dames die zijn leuk, want die winnen. Maar Geel-Wit is ook heel erg leuk. Die jongens die zijn dol enthousiast. Ze komen al veel op trainen, dus woensdagavond trainen ze 1 keer in de week. En er zijn gewoon 15 jongetjes die komen trainen. Ik denk dat we het oudste team hebben met Geel-Wit. Dat heeft ook wel zijn charme. Het zijn allemaal liefhebbers die nog willen voetballen. Dus dat is ook erg leuk. Rode kaarten weten ze veel van, hè?
rode kaarten. Nou, we hebben dit jaar nog geen kaart gehad. Dus, Vanaf januari. Of het hele seizoen vanaf januari. Ja, dit kalenderjaar. Eén wedstrijd gespeeld, maar we hebben geen kaart gehad. Valt mij. En bij de dames hebben we het hele seizoen nu 2 kaartjes gehad. Dus goed dat het is. Gele kaartjes, ja. Dit was wel opmerkelijk. Gisteren tegen de Kennemers, wij verliezen 6-2. We hebben 0 gele kaart, Kennemers heeft er 5. Ja, ze hebben wel gewonnen. Het is wel gewonnen. Ja, natuurlijk. Dat geeft de inzet weer. Ja, precies. En de beleving ook. Ja, de beleving. Hey, meer solliciteren voor Kanette, denk ik, hè? Ik ga wel best. Er was wel een assistent die werd weggestuurd, maar dat heb je gewoon. Kees, ik wil met jou even over iets heel anders praten. Want opleiden is eigenlijk het mooiste wat jij doet en wat je ook het leukste vindt. En nou heb jij een jongen van 17 bij Bloemendaal spelen. 16. 16 nog maar? 16, ja. En die kreeg een contract bij AZ 67. AZ 119, ja. Zo? 16 jaar. 16 ja. jaar? Ja. Maar toen kwam er opeens een telefoontje vanuit Engeland. Ja, nou niet opeens hoor. Dat was aan het begin van het seizoen. Aan het begin van het seizoen had ik al contacten met een aantal clubs. En toen hebben we met Tijmen en zijn vader ook een afspraak gemaakt van, kijk, hij zou normaal in de onder 19 plaatsnemen. Dat hebben we vorig seizoen heeft hij dat gedaan, in de onder 17 en in de onder 19 gespeeld. Alleen toen raakte hij veel geblesseerd, waardoor hij dus eigenlijk een stapje ging missen. Dus toen heb ik met zijn ouders afgesproken van, joh, laat hem nou eerst gewoon in die onder 17 accelereren. Waardoor we dus wat meer kans krijgen om te kijken naar zijn kwaliteiten. En goed, dat heeft hij goed opgepakt. Vervolgens werd hij toen uitgenodigd door AZ om stage te lopen. En dat ging natuurlijk eerst begin moeilijk, want ja, je moet toch op een hoger niveau gaan voetballen. En toch waren ze tevreden bij AZ. We hebben hem uitgenodigd voor een toernooi in Alkmaar. Daar heb hij goed gepresteerd tegen Groningen. De wedstrijd dat hij meedeed scoorde niet 2 keer. Die wonnen ze ook met 3-1. De wedstrijd daarna mocht hij ook meedoen tegen Kopenhagen. Nou, daar was hij met een geweldige actie waar een strafschop uit kwam en een doelpunt, ook heel belangrijk. Toen belde AZ mij op van, joh, was nog in de rust van Kopenhagen, van we willen graag zijn stage verlengen. Mag je mee naar Denemarken, naar een internationaal toernooi? Ik zei, ja, ik ga het eventjes met de club bespreken en dan nemen we mee. Dan kan hij mee. Nou, ook daar heeft hij 3 goals gemaakt. En dus AZ zei van, ja, we zijn er dik tevreden over en we willen hem graag aanbieden. Alleen Manchester United is ook op het toernooi, dus die belde daar nog tegen van, wij gaan hem graag, willen hem graag toch ook uitnodigen om stage te lopen bij Manchester. Nou, daar zijn we dan begin van deze maand geweest. En toen had je pech. Ja, hij had pech. Ik niet. Ik vond het sowieso een leuk uitje. Ja, tuurlijk. Maar voor hem was het heel vervelend. Hij had de eerste training gedaan. Toen werd ze tegen Everton gespeeld. Heel verdienstelijk. Eerst na 2 minuten al een assist. Waar Manchester uit scoorde. En in de tweede helft een fantastische drukactie. Waardoor Manchester weer scoorde. Dus hij was 2 keer belangrijk. En toen kwam de volgende training. En ja, kon hij goed meekomen. Alleen toen kwam de vorst daar al en de sneeuw. En ja, toen zeiden ze van, ja, we hebben hier 4 dagen geen training meer. Dus we kunnen wel 4 dagen houden. Maar het is nu eigenlijk maar vervroegd eventjes een eindgesprek. Maar hij staat hoog op het lijstje. Hij heeft, wat ze zeiden in het eindgesprek is, hij voldoet aan de norm. Maar hij komt uit Nederland. Dat betekent dus dat ze heel veel moeten investeren om die jongen hier te houden. Hij was niet beter dan de spits die ze al reeds hadden. Hetzelfde niveau. En je moet beter zijn dan wat ze hebben. En daar kwam je dus... Maar wat heeft vorst en sneeuw en weet ik wat daarmee te maken? Om het velden waren allemaal tot zijn einde te komen? Nou, de velden waren afgekeurd. En ze, in Engeland? In Engeland alles, ja. Dat is een mooie opblaashal, hebben ze niet bij Manchester. Ze hebben wel een mooie opblaashal, maar goed, daar was de kou. En ze hebben natuurlijk meerdere teams die aan moeten trainen. Het eerste elftal gaat dan altijd voor. Het was sowieso de bedoeling dat hij langer zou blijven. Hij zou nog 4 dagen blijven. Hij zou nog spelen tegen, geloof, Leeds. En dan nog 2 trainingen meemaken. Dat moest vroegtijdig af. Toch al zo'n eindbeslissing nemen. Ja, wat ze ook zeiden, we kunnen je 4 dagen hier houden. Ja. Maar dan komen ze waarschijnlijk tot dezelfde conclusie. Dan komen ze waarschijnlijk tot dezelfde conclusie, Heel goed. Ja.
Maar lekker jongen staat erop en laat hem lekker bij AZ groeien. Nou ja, daar was het al rond. Dus ja, het is voor hem sowieso een extra bonus geweest om daar mee te maken. Ja. Want het is ook zeker dat hij naar AZ gaat volgen. Dat is nog definitief, ja. Tim, jij kent betaalde voetbal. Jij hebt bij Telstar gespeeld. Ja, in een heel ver verleden heb ik daar nog 2 jaar rond mogen lopen. Ja. Ik vond het helemaal niks. Waarom? Voetbal niet? Nee, ik vond helemaal niks. Nee, echt niet. Ik was daar als destijds senior was ik er binnengekomen bij de B-junior van Telstar. Speelde toen landelijk bij de hoogste niveau. Jaar op niveau gespeeld. 2 jaar was ik de aanvoerder, was ik topscorer. Als middenvelder. Het ging gewoon heel goed. Maar er was er zo'n bepaalde mentaliteit dat het geen groep meer was. Geen sfeer meer was. Iedereen ging maar voor zichzelf. Misschien was ik op dat moment er niet aan toe. Als net Bloemendaals jongetje. Ja. Toevallig in die periode heb ik ook mijn vader verloren. Mijn vader was ook een grote voetballer, maar ik verloor op dat moment ik helemaal mijn zin voor voetbal. Dus ik heb daar 2 jaar gespeeld. Eerste jaar heel leuk hoor. Tweede jaar vond ik het een stuk minder. En na het tweede jaar ben ik gaan kijken, ja, waarom voetbal ik eigenlijk? Ik had daar rustig door kunnen komen. Er waren ook nog andere BVO's waar op dat moment zelfs nog wel geïnteresseerd. Maar je zegt het zelf wel, als net Bloemendaals jongetje. Nou ja, dat... Is dat misschien de reden ook dat jullie vorig jaar in de laatste wedstrijd het kampioenschap verspeelden? Tegen de onderste? En dit jaar wisselen, iedere week. En nu met 6-2 verloren. Ja, nou ja, ik denk dat wij qua mentaliteit een hele omslag hebben gemaakt in opzicht van voorgaande jaren en van nu. Ik weet, het vallen Schoten. Van oudsher, als wij tegen Schoten speelden, ja, dan waren er ook 3 jongens van tevoren. Die waren op donderdag licht gebaseerd training, omdat ze zondag niet spelen. Zo ging dat gewoon. En nu de eerste wedstrijd dat ze tegen speelden was vorig jaar. Schoten kwam de afgelopen klagend de kantine in dat we veel te veel en veel te hard waren. Ja, weet je, die omslag hebben we wel gemaakt. En, maar het, ja, er blijven bij sommige jongens blijft toch wel het lieve Bloemendaal een beetje erin. Ja. En daar kom je bijna niet aan. En vorig jaar, je speelt in de laatste wedstrijd, verschil je de titel. Ja, dat heel veel met geluk te maken, hoe gek het ook klinkt. En ja, er waren 2-3 jongens die konden de druk niet aan die wedstrijd. Ja. Individuele dingen doen die ze het hele jaar niet doen. Gaan ze in de laatste wedstrijd wel doen. Ja. Geven 2 doelpunten, cadeau naar de tegenstander. Je moet er alsnog 8 maken. Maak je niet 2 keer paal, bal over de lijn, bal op de lat. Ja, noem maar op en verlies 2-1. En waarom is het dit jaar zo wisselend? Is de periode Joon uitgewerkt? Ja, dat is een mooie vraag. ik heb toevallig, ik heb veel met spelers gesproken, ik denk van niet. Maar je zit er al heel lang, hè? Ja, 3 jaar nu. 3 jaar bij de selectie. Het contract is nog niet getekend, maar de uitspraken van beide kanten zijn genaamd heel graag door willen. De selectie heeft aangegeven dat ze heel graag door willen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. En waarom het dit jaar minder is? Ik denk aan de ene kant, we zitten nu in een sterkere competitie dan vorig jaar. Ja. Tegenstanders zijn gewoon sterk geworden, kan heel lang of kort over zijn, maar is gewoon zo. Is zo. Aan het begin van het jaar hebben we 5 wedstrijden gespeeld, hebben we niet gewonnen alle 5, waarvan 4 van die 5 kwam echt door gemakzucht van onze kant. We gaven een 3-0 voorsprong gaven we uit handen in de 70ste minuut. We gaven een 2-1 voorsprong in de 88ste minuut, 2-1 voorgegeven uit handen. 2-0 voorsprong gaven we uit handen, dus in de eerste 5 wedstrijden. Ja. Ja, daarna hebben we een hele goede serie gehad, hebben we het heel leuk gehad. En nu na de winst, we beginnen niet heel goed. We speelden tegen United, wonnen 2-0. Het spel was niet fantastisch, maar het was wel een groep die wilde werken. Daarna Martinez en Schoten verlies je allebei 1-0. Ja, die wedstrijden komen beide kanten op. Ja, nu verlies je 6-2. Dat is wel een tik. En, nou, dat is wel een tik. En dat is jammer, want het is de eerste wedstrijd van de derde periode. En, ja. Nou, we hebben in ieder geval al in 3 jaar tijd de mentaliteit om weten te krijgen van niet degraderen. Wat ik eigenlijk als voetballer heb ik in het team 10 jaar gespeeld. Ik heb nog nooit voor de kampioenschap gespeeld. En ik heb eigenlijk 1 keer zijn we toevallig kampioen, of tenminste 4 daarna komt hij gepromoveerd. Het zat op een gegeven moment aan te komen, maar toen zijn we in de derde klasband en hebben we eigenlijk daar 4 jaar tegen degradatie gespeeld. Ja. En nu zijn we ook bezig met boven. Hoe vang je als trainer eigenlijk zo'n tik op met 6-2? Je kunt leuk gaan praten tijdens de volgende training voor jongens, dat doen we niet meer, maar dat is natuurlijk meer aan de hand. Hoe krijgen die jongens weer zover dat ze echt gemotiveerd aan de volgende wedstrijd beginnen en weer met 6-2 gaan winnen in plaats van verliezen? Ja, kijk, als daar 1 antwoord op was, dan was de trainersvak wel heel makkelijk geweest, denk ik. Ja. Ja, 6-2 is natuurlijk wel een uitslag waar je ze mee om de oren kan slaan. Ja, dus kijk, verlies je 2-0 of 2-1, dan heb je het iets moeilijker dan 6-2. Hè? Ja. Maar nogmaals, die 6-2 doet me niet zoveel. Het feit dat mij wat doet is dat als we die wedstrijd 10 keer hadden gespeeld, dan ben je 10 keer hadden verloren. Ja. Kijk, je mag best een keer dik verliezen, het kan gebeuren. Ja. Zij scoren 2 keer scoren in de laatste paar minuten als wij 1-1 staan. Wij hebben kans op 4-3. Ja. Ja, uiteindelijk koop je er niks voor, maar die uitslag, dat staat op papier. Nou, dan krijg je ze voor volgende week weer helemaal gemotiveerd om... dat mag ik hopen. Anders hebben we hebben een brede groep. En nou, we hebben toevallig over 2 doet het heel goed dit jaar. Met tweede elftal met wat oudere jongens. En ook heel veel jonge jongens die het ontzettend leuk doen. Staan bovenaan, draaien heel goed mee. Jongens maken ook een hele goede ontwikkeling door. Pees, waarom is de BVC Bloemendaal zo'n leuke vereniging? Nou, dat is een hele moeilijke vraag.
Waarom is dat een leuke vereniging? Ik denk dat er... nou, dat is een hele lastige vraag, hè? Ik heb het voor vraag wat voor mij. Nou, wat het leuk aan is, ze proberen innovatief te zijn. Ze proberen stappen te maken. Er zijn ontwikkelingen gaande. Het bestuur is allemaal gericht op een voortzetting van waar we mee bezig zijn. En ik denk dat dat het leuk maakt. En de mensen in de staf zijn ontzettend aardig. De mensen in de staf doen hun stinkende best. En ja, aardig. Ja, aardig. Maar we weten wel waar we naartoe willen. En soms is... Maar je kan wel... Kijk, je bent aardig, maar we hebben best wel eens meningsverschillen en andere discussies. Dus weet wat uiteindelijk maar uiteindelijk weten we wel wat de richting is. Ja. En ik denk dat dat bij Bloemendaal wel heel belangrijk nu is. Ja. Die richting, daar wil ik het even met je over hebben. Want je bent dag en nacht op Bloemendaal. Nou, niet meer. Nou, dat is minder. Tegenwoordig thuis dan. Ik ben tegenwoordig thuis. Maar je hebt een nieuw plan ontwikkeld om te gaan opleiden vanaf de jongste jeugd. Ja. Kun je uitleggen wat je plan is? Nou, wat we gemerkt hebben is bij de, met name de onder 8, onder 9 en onder 10, dat daar, ten eerste gaat de KNVB dat veranderen, hè? De onder 11 en 12 die gaan anders spelen, dus dat vereist ook weer nieuwe inzichten. Dus wat hebben we gedaan? We hebben wat gebrainstormd binnen het bestuur en gezegd van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we wat meer gevoel krijgen met de jongetjes die daar spelen. Nou, hebben we gedacht van ja, onder 8-1, onder 8-2, onder 8-3, onder 8-4, dat geeft toch een beetje een niveau van ja, ik zit in de onder 8-1. Ja. Dus dat hebben we gedacht van nou, als we die groepen nou een teamnaam geven, Ajax, Feyenoord, weet ik veel wat, een leuke clubnaam. En dan met 4 standaardteams tegelijkertijd gaan trainen, krijg je dus wel een overzicht dat degene die nu de 8-4, die kan als naar de 8-1. Ja, ja. Dus het verplicht eigenlijk al een beetje, je moet op trainen komen, je moet je best doen. Want dan krijg je een plekje in een ander team. En dat doen we dan ook met de 8-9, of met de onder 9 en de onder 10. Dan zijn ze er zelf dan ook van bewust dat als ze met een 8-4 met de naam Ajax spelen en 8-1 is Manchester of iets dergelijks. Als ze doorstoten naar Manchester, dat ze dan hoger gaan. Dat willen we dus niet. Het gevoel van hoger gaan bij de 8 en 9 en 10 is nog niet helemaal in hun hoofd. Ze willen voetballen. Ja, want je net zegt van de kruis ook de kans om in een ander team terecht te komen. Ja, nou ja, je kan dus meespelen in een ander team. Je kan wel een stukje vorderingen maken. Je traint nu met 4 groepen van 8, dus 32 man. Dus je krijgt de piramide, je krijgt 32 jongetjes die voetballen. Die 32 zijn dan de talentjes van de 8. 32 gaan er naar 9, 32 gaan er naar 10. En bij de 11 heb je dan 3 teams. Dan vallen er 2 af van die groep. Ja. Dus uiteindelijk, aan het eind van de piramide, moeten ze het eerste elftal, heb je een goede blik van welke vanaf de onder 8 naar boven zijn gestegen. Dus dan heb je in ieder geval een grote, brede inzichtelijkheid van wie de talentjes zijn. Goed plan. Dus ja, prachtig. Ja, dat is een mooi plan. Maar dus dat betekent wel extra werk. Nou ja, ik heb het plan gemaakt en het ligt bij het bestuur en we hebben ernaar gekeken en het idee dat is eigenlijk wel goedgekeurd. En nu zullen we de trainers moeten gaan implementeren van hoe we dat verder zien. Ook de onder 8 en onder 9 en onder 10, die gaan allemaal hetzelfde trainen. Dus we hebben, dat heet dan fit, fysiek in staat tot, inzichtelijkheid verhogen en techniek verbeteren. Dat is eigenlijk de 3 pijlers waarop we willen inzetten. Okay. En daar heb ik voor een soort periodiseringsplan gemaakt waarbij dus de 8, 9 en 10 alle 3 dezelfde training gaan krijgen. Dan hebben we op de woensdagmiddag hebben we de niet-standaard teams. Die gaan dus ook ongeveer dezelfde training krijgen. Dus met name dan gericht op aanvallen, verdedigen en omschakelen. Okay. Dus dat zijn de 3 pijlers die we dan erin willen brengen. Dat betekent dat iedereen hetzelfde traint, allemaal dezelfde warming-up. Dus dat je ook in de wedstrijd kan meteen een warming-up kan beginnen. Warming-up zonder bal, warming-up met bal en dan, alle oefeningen. Pim, hoeveel jaar ben jij bij de club? Nu? 27? Bij de 7? Nee, wel minder. Ik ben al 4-jarig begonnen. Ja. Toen nog 3 jaar bij Velsen gevoetbald, omdat Bloemendaal oprecht geen team meer had toen. Er zitten dus de hockeyverenigingen en al die jochies die 12, 13 wachten achterna. Nou, laten we de periode was er. Dan hebben we geen team, dus ben ik bij Velsen gaan voetballen. Toen is 2 jaar Telstra, 5 jaar niet, 4 jaar als kind niet. Dan zit je op 23 jaar.
waarom is het zo'n leuke club? Nou ja, goede vraag. Ik denk dat heel veel clubs heel leuk zijn. Ik denk dat ik bij heel veel clubs heel erg naar mijn zin had gehad. Ik ben hier gewoon als jong jongetje begonnen. Ik ken heel veel jongens. We hebben ontzettend heel weinig verloop in de selectie. Zo bij de jeugd heb je weinig verloop. De jongens blijven allemaal bij elkaar spelen, maar nu ook in de selectie. Ja, toen ik zelf nog voetbalde, daar hadden we elke keer ongeveer 10 nieuwe spelers en 10 spelers die weggingen op een groep van 40. En de afgelopen 3 jaar is dat 3 jongens gaan weg en 3 komen erbij. Of 6 komen erbij, zo kan je het wat breder maken. Dus iedereen kent elkaar. Je weet waar je toe bent. Prestatie is, hoe gek het ook klinkt, best wel belangrijk. Heel veel jongens die leven er ook echt wel voor en die gaan er ook echt wel voor. Maar als je het onder de douche uitstapt en je hebt verloren, dan is het na afloop toch ook nog wel weer gezellig. Dat is ook wel belangrijk. De derde helft is net zo belangrijk als de rest. Ja, zeker dan. Ja, 10 jaar geleden hebben we toen wel een enorme, toen de hoofdtrainer was, een enorme leegloop gehad. Toen was er gewoon 11 man die naar een andere club gingen. Klopt, wat ik zei, het eerste jaar dat ik stopte, gingen er ook 8 basisspelers die stopten. En deels heb ik daar ook zelf voor gekozen. Ik koos toen echt voor om voor jongens te gaan. Waar je weet dat je op aan kan, die vaak komen trainen. Trainingsopkomst bij ons ligt tussen de 90-95%. Ja, dat is gewoon hoog. En wanneer gaan jullie promoveren met de volgende klasse? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je daar als organisatie misschien een stap in moet maken. En wat ik zei, we spelen nu al wel om boven de mee te doen. En dit jaar staat met de 7e plek, ziet dat er nog niet helemaal naar uit. Maar ik verwacht niet dat we volgend jaar slechter worden. Dus we worden eigenlijk elk jaar alleen maar beter. Dat is je eigen doelstelling. Mijn doel, toen ik 3 jaar geleden begon, was het eerste doel. Eerste jaar niet degraderen. Dat heb ik gehaald. Okay. Tweede jaar was de periode pakken. Hebben we ook gehaald. En derde jaar was meedoen voor het kampioenschap. Ja, dat heb ik niet gehaald, tenminste op dit moment niet. En het lijkt me stug dat we dat nog gaan halen. Maar dat was een plan. Daar ben ik ook 3 jaar geleden mee begonnen. Daar hebben we ook selectie op vastgesteld. Dus jongens die veel in 2 speelden, die zijn 3 jaar geleden zijn ze al in 1 begonnen. Zodat ze kunnen wennen aan het niveau. Zodat ze wel stappen kunnen maken. Nou, dat zie je dit jaar 4 jaar terug. Dus met die motivatie gaan ze het over een paar jaar wonen? Als de groep bij elkaar blijft en wat we vorig jaar, Kees kan beamen vanuit de jeugd, onze beste spelers zijn Bloemendaal jongens, dus als ze dan klaar zijn met de middelbare school gaan ze in Groningen studeren om piloot te worden of gaan in Utrecht studeren om arts te worden, die raken vaak kwijt. Ze komen terug. Ja, maar dan komen ze wel terug met een studentenbuik en een pilooteninstelling. Dus daar heb je niet zoveel meer aan. Dus dat is wel jammer. Maar als we jongens vast kunnen houden en de huidige groep. Ik ben de oudste, ik ben 32. Nou, binnen selectie is het echt niet oud. Dus we hebben echt jongens die nog wel jaren vooruit kunnen. Ja, dan moet er op een gegeven moment wat moois gebeuren. Ze zijn oude voetballers, hè? Ja, maar misschien dat de tijd bij Jan Beuze uitgevoerd. U heeft het gehoord. Ook Bloemendaal is een ontzettend leuke vereniging. Ze hebben nog kansen. Er kan nog een periode gepakt worden. Je weet het maar nooit immers. En in de rondgang rond die voetbalverenigingen in Kennemerland was dit weer een van de toppers. Volgende week, ik weet nog niet wie er komt, maar we gaan weer mee verder. Dank u wel voor het luisteren en kijken. Ik heb nog even één in. Kunnen we nog even? Ik heb voor dit programma wel even iets meegenomen, die kunnen jullie ophangen. Oh, dat is, als souveniertje van dat wij in Manchester waren. Ik weet niet wie hem om gaat doen of dat je hem ophangt. Dat is mooi. Ja, maar, maar dit is even een aandenken die ik zelf van Manchester United. Dus het was een geweldige ervaring. Dankjewel. Heel leuk. Graag gedaan. Leuk man.